Marleen Temmerman is dit jaar 60 jaar geworden. Maar ze werkt gedrevener dan ooit. Ze is professor, gynaecologe, auteur, wetenschappelijk onderzoekster, fervent vrouwenrechteractiviste. Maar ze is ook mama daktari in Kenia. Mevrouw de dokter. Net 1 jaar geleden werd ze directeur van het departement Reproductieve Geneeskunde en Research van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze combineert deze verschillende werkdomeinen en haar gezin met een enorme efficiëntie. Ze woont afwisselend in Genève, Mombasa en in Exaarde bij Lokeren, waar we haar ontmoeten voor een gesprek met Piet Pirijns. Marleen Temmerman, thuis in Exaarde tussen twee reizen door. Voelt Exaarde nog als thuis? Exaarde is mijn thuis. Ik ben hier geboren, getogen tot ongeveer de leeftijd van 5 jaar. En mijn familie woont hier. Ik ben hier terugkomen wonen in mijn 20er jaren. Dan naar Afrika getrokken en uiteindelijk terug in Exaarde. Dus dit is en blijft de mijn... De cirkel is mooi rond. Ja, de cirkel is rond. Bent u geworden wat u als kind droomde? Zijn uw kinderdromen uitgekomen? Mijn kinderdromen zijn eigenlijk wel voor een stuk uitgekomen. Want ik herinner mij, vooral uit de verhalen van mijn ouders, maar ik herinner mij ook zelf het beeld van toen ik in de lagere school zat, van die grote reizige man, een missionaris, die ons toen kwam vertellen over de missies en over de arme kindjes en zo. En dat heeft mij zo begeesterd dat ik zo later dan eigenlijk altijd wou vertrekken. Meteen zilver papier gaan sparen. Ja, want die man die kwam spreken over de Congo en ik had dat letterlijk opgenomen. Zo letterlijk dat ik dan eigenlijk thuis aan het zagen was van ik wil mee, want ik had blijkbaar begrepen dat we mee konden naar de Congo. En mijn moeder zei op een bepaald moment hier, neem die lakens, ze maakte zo mijn valiesje klaar. En ik heel fier hè, naar de overkant van de straat, naar de school, om te zeggen dat ik mee kon met de missionaris. Maar dat was mijn eerste grote ontgoocheling, want blijkbaar was dat toch niet zo letterlijk bedoeld. Uit wat voor gezin kwam u dan? Uit een Vlaams gezin, een warm nest, hardwerkende ouders. Mijn vader heeft zijn loopbaan aan de post gemaakt. Mijn moeder was huisvrouw, 4 kinderen, Vlaams, katholiek. Volksunie. Volksunie, ja. Zeer respectvol naar gezag en naar kerk en gezag en zo. En ja, dat was bij mij zo. Dat was ook de jaren 68. Hè. Ik ben van 53. Ik was toen 15, 16, 17 jaar, zo de tienerjaren. En ik had het altijd moeilijk. Ik was toen, ik wou de Latijn-Griekse, onze lieve vrouw toen Doorn in Eeklo, want de familie was ondertussen naar Kaprijke verhuisd. En daar liep ik school en ik stelde altijd vragen naar het waarom der dingen. Ook op politiek gebied, maatschappelijk vlak. Ik was altijd getroffen door sociale ongelijkheid, ook hier bij ons. Hè. En wou altijd zo de wereld verbeteren. Ik ging ook op zoek. Ik herinner mij, toen was dat niet zo evident. Ik heb 1 keer of 2 keer de school gebrost om dan met mijn zondags spaargeld, zondagsgeld, de bus te nemen naar Gent, omdat daar Ernest Mandel kwam spreken. Mm-hmm. En ik had daarover gelezen en zo, en dat was... De econoom en de theorieën en zo, dat sloeg allemaal enorm aan. Ik wilde toen de wereld veranderen en mij verzetten tegen eigenlijk wat wel het gezag van, onder andere het gezag, maar zeker ook het gezag van de kerk was. Omdat ik vond dat dat een discrepantie was tussen de christelijke leer en wat het instituut kerken ervan maakte. Toch wel zeer onderdrukkend, mensen onwetend houden. Zeer bemoeizuchtig ook, naar het aantal kinderen dat je wou. Zeer bemoeizuchtig op seksualiteit, dicteren van wat mocht en niet mocht. Dat stoorde mij allemaal enorm. Mm-hmm. U ging geneeskunde studeren. Vader postbode, later post ontvangen. Was normaal dat een meisje naar de universiteit ging? Ik wou geneeskunde studeren. Ik wou vooral iets doen wat ik een universeel beroep, waar je overal...
mee kon werken en ook een sociaal beroep. Dat was helemaal niet evident destijds. Want als je dan goed studeerde, dan was je eigenlijk zo'n beetje voorbereid voor regentaat of voor het onderwijs. Mijn vader zei, ga naar het onderwijs op de lange vakanties. En ook als je als vrouw een gezin hebt, kinderen en zo, dan kun je dat mooi combineren. En dat is een goede job en zo, een goed inkomen. Dus dat was zo de duw naar het onderwijs. Maar eigenlijk ook niet naar de universiteit, want in die tijd hadden we toch nog wel een zeer standenmaatschappij. En voor kinderen van onze, in die tijd en van onze stand was het niet evident om naar de universiteit te gaan. En zeker niet voor meisjes. Nu, ik was nogal een doorzetter en mijn ouders hebben mij dan ook die kans gegeven om geneeskunde te doen. Maar het was niet evident. Toen ik dan na 7 jaar afstudeerde, in de loop van die jaren werd ik begeesterd door het beroep van, nu zijn heel veel interessante beroepen in de geneeskunde, maar ik wou eigenlijk gynaecologie doen, omdat het ook zo'n gevarieerd beroep is. Je bent natuurlijk altijd wel met vrouwen bezig, maar doorheen het leven en je hebt de leuke dingen van de verloskunde, de geboorte, die meestal goed gaat, niet altijd. Je hebt de contraceptie, de gynaecologie, de oncologie. Je hebt een hele, je kan opereren, consultaties doen. Heel mooi beroep, ook het psychologisch. Maar er waren in de tijd alleen mannelijke gynaecologen. Er was misschien hier en daar een vrouw, maar zeer zelden. En aan de universiteit bij ons waren het alleen mannen. En toen ik ging aankloppen om gynaecologie te doen, toen kreeg ik ook van de toenmalige hoogleraar te horen dat dat eigenlijk geen beroep was voor vrouwen. Vrouwen moeten vroedvrouw zijn. Vroedvrouw zijn of vrouwelijke artsen, raadde hij aan, moesten dan verder specialiseren in bijvoorbeeld oftalmologie, huidziekten. Een specialisatie die je kon combineren met kinderen krijgen en met een georganiseerd leven. En zeker niet zoiets zoals gynaecologie, chirurgie, anesthesie, waar je eigenlijk 24 uur op 24 destijds beschikbaar was. Zeker als gynaecoloog. Begin jaren 80 gaat Marleen Temmerman aan de slag als gynaecologe aan de VUB. En ze strijdt mee voor het recht op abortus. Rond dokter Peers, ja. Een Naamse abortusarts, die toen in de gevangenis werd gezet. Ja. Hoe heeft u dat getekend? Ja, het verhaal, dus de strijd zeg maar voor de liberalisering van abortus, was in de jaren 70, 80, was voor ons zeer belangrijk. Het was ook de periode van emancipatie, de strijd voor baas in eigen buik, de strijd voor vrouwenrechten. En in België was er dan dokter Peeks en vele andere artsen. En aan de VUB hebben wij in de jaren, ik werkte daar toen in de jaren 80, begin van de jaren 80, op een bepaald moment gezegd, kijk, wij hadden een aantal van ons, onder andere professor Jean-Jacques Amy, die diensthoofd was, maar ikzelf ook, wij hadden jonge vrouwen zien sterven aan abortus. In het buitenland, maar ook hier bij ons. Complicaties gezien van engeltjesmaaksters. Van de breinaalden. De breinaalden, de zeepsopjes, zo van al die dingen. Mm-hmm. En we zagen dus dat en dan hebben we gezegd nee. En aanvankelijk deden we het aan de VUB, zoals in vele ziekenhuizen. Want ook in die tijd, een vrouw die de weg kende, ja, die kregen abortus gelijk waar, ook in een katholiek ziekenhuis. Hè. Ja, en kon in ieder geval naar Nederland. Nou. Of kon naar de Nederland. De Bloemenhovenkliniek, dat soort dingen. Kon naar Nederland, maar ook hier werd het gedaan. Hè. Als je dus maar de weg kende en de gynaecoloog kende, dan was het zogezegd een miskraam. Ook in die jaren, 70, 80, aan de VUB bijvoorbeeld, herinner ik mij dat we toen eerst zo een patiënt op de raadpleging zagen met een ongewenste zwangerschap en een onderzoek deden, een klemmetje op de baarmoederhals, zodat ze een paar druppels bloedverlies had. En toen zeiden we van, en nu naar de spoedopname. En met bloedverlies en de zwangerschap. En dat was natuurlijk zo'n hypocriete toestand. Dan werd de gynaecoloog erbij geroepen. En die zei dan, ja, miskraam. En dan werd een miskraamcurtage gedaan. Aan de VUB hebben we op een bepaald moment gezegd, gedaan met die schijnheiligheid. Niet alleen de dienst gynaecologie, maar ook het bestuur. We steunden ons daarin.
En hebben we dus op een medisch-technisch verantwoorde manier abortus gedaan bij die vrouwen die in nood zaten. Want niemand kiest zomaar voor een abortus. Ik heb nooit in geen enkel land een vrouw meegemaakt die zegt van och, wat zegt de wetgeving in mijn land? Het mag, dus ik ga maar een keer zwanger worden en abortus laten doen of omgekeerd. Het is altijd een noodsituatie. Je kiest daar niet voor om zwanger te worden en een abortus te doen. Dus we zijn daarmee begonnen en we zijn allemaal, van, zowel hier in Gent, maar ook aan de VUB, hebben we heel veel te maken met het gerecht uiteraard, want het was illegaal in de jaren 80. In 1994 richt Marleen Temmerman het ICRH op, het Internationale Centrum voor Reproductieve Gezondheid, met wereldwijde afdelingen, onder andere ook in Mombasa, in Kenia. Ze werkt projecten uit op het vlak van aidsbestrijding, gezinsplanning, tegen moedersterfte en baarmoederhalskanker. Het Afrika-verhaal begon in 1987, toen studievriend Peter Piot haar voorstelde om in Nairobi een onderzoek naar HIV te leiden. Op een bepaald moment kwam Peter met het voorstel. Rond midden jaren 80. Er was daar een intrigerende, rare virale ziekte. AIDS. AIDS. Ja. Een ziekte toen van de blanke man in Amerika, in het Westen. Homoseksueel ook al. Men wist al heel vlug bloedtransfusie en zo. Maar men wist eigenlijk niet goed wat dat betekende in Afrika. Nu, Peter had al werk gedaan rond ebola-virus, had al in Afrika gewerkt, had al een paar studies gedaan, analyses waaruit men dacht van er moet daar ook in Afrika misschien toch wel sporen zijn van HIV-AIDS, maar dat was allemaal heel het begin. Dus mijn mandaat was, hij zocht iemand die geïnteresseerd was in gynaecologie-verloskunde of die opleiding had, en die bereid was om in Afrika een onderzoeksproject uit de grond te stampen. Want hij had al een antenne in Nairobi die op dat moment werkte rond seksueel overdraagbare aandoeningen. En men had gezien dat bij een aantal van die vrouwen, zeker bij prostituees, dat daar toch ook HIV was, dacht men. In die bloedstalen zag men antilichaam. Dus was mijn mandaat om naar Kenia te gaan voor een onderzoeksantenne uit te bouwen, samen met het Tropisch Instituut. Rond de vraag, is er HIV in Afrika? En zo ja, hoe groot, hè? Want daar waren nog maar weinig gegevens van. Kunnen vrouwen ook geïnfecteerd worden? Want tot nu toe was dat vooral een ziekte van mannen. Mm-hmm. En indien vrouwen kunnen besmet worden, kan het ook een invloed hebben op een zwangerschap, op kinderen. Dus dat was zo 586. En dan zijn we dan in 87 vertrokken met een klein onderzoeksbudget dat Peter via het Tropisch Instituut had. En zo ben ik dan in Kenia terechtgekomen als lecturer at the University of Nairobi, dus bij de universiteit, onderzoeker vanuit de universiteit, maar werkende in die grote materniteit. En de kinderdroom kwam uit, Afrika, liefde op het eerste gezicht. Ik was al in Afrika geweest, ik was stage gaan doen in Rwanda. En dat had ook mij enorm beïnvloed. Ik wou absoluut terug naar Afrika en wij voelden ons daar goed. Het werk was interessant, de mensen, de omgeving, het was een zeer boeiende tijd. We gingen eigenlijk voor een jaar, twee jaar misschien, zijn er uiteindelijk bijna 6 jaar gebleven. Samen met haar man Lou Dierik richt Marleen Temmerman de Keniaanse afdeling van ICRH op. Hij werkt er voltijds als ereconsul en volgt samen met Marleen Temmerman de projecten van ICRH op. Kenia wordt hun tweede thuisland. Wat heeft Afrika u geleerd? Voor een stukje relativeren. Voor een stuk respect voor andere mensen, andere culturen. Ik heb veel geleerd van Afrikaanse vrouwen. Dat zijn heel sterke personen, vind ik. Nog meer respect gekregen voor vrouwen dan ervoor. En niet alleen vanuit een feministische visie, maar als je ziet wat die doen om een gezin, om voor de kinderen, om te werken, om een gezin, een dorp, een betere toekomst te geven. Mannen ook, maar ik heb geleerd als je dus wat geld hebt en je wil dat investeren in zo'n dorpsgemeenschap, in een familie, dan geef je dat aan vrouwen. Dat komt er relatief, brengt dat meer op dan dat je datzelfde geld aan de man des huizes geeft. Die gaat daar andere dingen mee doen.
Vrouwen zijn veel meer gericht op die community. Wat heb ik nog geleerd? Een mooi Afrikaans gezegde is ook van... It takes two to make a child and a village to raise a child. Je hebt, je hebt twee mensen nodig om een kind te maken, maar een dorp om een kind op groot te brengen. En ik denk dat dat vroeger hier waarschijnlijk ook zo was. Het wijgevoel is groter. Daar. Het wijgevoel is veel sterker. We staan hier aan de ingang van de maternity shelter in Kilifi. Op het terrein van het ziekenhuis, dus een districtziekenhuis van de overheid. Geen privéonderneming. En hier hebben we dus een gebouw dat al vroeger bestond, maar eigenlijk niet functioneerde. Waar vrouwen die een zeker risico hebben voor de bevalling, omdat ze gecompliceerde problemen gehad hebben in het verleden of omdat ze te ver wonen, die vrouwen kunnen eigenlijk 2 weken voor de uitgerekende datum naar hier komen en hier verblijven. U werkte in kraamklinieken, uiteraard, in de sloppenwijken. En werd geconfronteerd met massale moedersterfte en kindersterfte. Gaan Afrikaanse vrouwen daar anders mee om dan Westerse vrouwen? Een kind te verliezen of een leven en dood is natuurlijk voor iedereen, voor een Afrikaan of voor een Zuid-Amerikaan, voor iedereen is dat, voor een Europeaan is dat erg, maar het heeft een andere dimensie. En ik denk dat het ook zo gegroeid is, omdat jammer genoeg is de moedersterfte in Afrika nog altijd enorm hoog. Ik vind dat een van de meest schrijnende verhalen. Als je ziet hoe grote kansen zijn voor een vrouw in Afrika om te overlijden aan het geven van leven, in vergelijking met hier bij ons bijvoorbeeld, om dat in cijfers uit te drukken. Hier bij ons gaan er ongeveer 5 à 10 vrouwen op 100.000 geboortes gaan overlijden. Meestal aan bijkomende ziekten, aan dingen die je niet helemaal kan controleren. Maar in veel Afrikaanse landen is dat 1.000 vrouwen per 100.000 of 1.500 of 2.000. Dat is enorm. Mm-hmm. De kans voor een Afrikaanse vrouw om in het kinderbed te blijven, zoals men zegt, is zo ongeveer 1 op 16. Dat is enorm in vergelijking met hier. Daar is de laatste tijd verbetering in gekomen, maar nog altijd veel te weinig. En het schrijnende is dat het oorzaken, ze sterven aan eigenlijk oorzaken die we kunnen voorkomen. Zoals? Bloedverlies bij de bevalling, infecties, hoge bloeddruk. Het zijn allemaal dingen waar je hier in het Westen niet van sterft. Dus dat heeft te maken met, wat heeft dat te maken met organisatie van gezondheidsstructuur, maar ook met politieke wil. Een land, een overheid die daar eigenlijk normaal vindt dat zoveel vrouwen doodgaan, dat is gebrek aan politieke wil. Dat is per dag een boeiing die neerstort. En hoe kijkt, wie spreekt daar nu eigenlijk over? Gelukkig is er nu de laatste met de Millennium Development Goals, de Millennium Doelstellingen, is men daar meer over gaan spreken. Er is al heel veel gebeurd. We gaan onze Millennium Doelstelling niet halen. Dat was om tegen het jaar 2020. Ja. 2015 met 2030 te verminderen. Dat gaan we niet halen, maar we zijn wel op de goede weg. We weten wat we kunnen doen. Meer contraceptie, family planning, want veel van die zwangerschappen zijn niet gepland. Zijn bij jonge meisjes die misbruikt zijn, die helemaal niet hoorden zwanger te zijn en die dan complicaties vertonen enzovoort. Het heeft heel veel te maken met vrouwenrechten. En dat is ook waarom die bepaalde doelstelling, die 5e doelstelling, namelijk de moedersterfte verminderen, waarom die zo achterop loopt ten opzichte van de anderen. Omdat bijvoorbeeld malaria verminderen vergt geld, vergt politieke prioriteiten, vergt inzet. Maar die moedersterfte heeft te maken met vrouwenrechten. Met het recht van een vrouw om te zeggen, ik wil nu niet zwanger worden, ik wil niet huwen, ik wil contraceptie, ik wil toegang tot de gezondheidszorg. Dat ze geen toestemming moet vragen aan haar man om naar de prenatale raadpleging te mogen gaan bijvoorbeeld, enzovoort. Dus het is veel te maken met vrouwenrechten, meer dan die andere doelstellingen. En daarom is het ook zoveel moeilijker. Nu, hoe gaan die vrouwen daarmee om? Ze zijn dus eigenlijk wel vertrouwd. Niet dat het geen pijn doet, hè, maar het doet altijd pijn als je een kind verliest.
Maar ze hebben leren leven met de realiteit dat als je uiteindelijk 4 kinderen wil, dat je waarschijnlijk er 6 op de wereld moet zetten. Want een aantal kinderen gaan dood. Heel vroeg. Kindersterfte is ook nog hoog. Ook aan te vermijden oorzaken in feite. Dus, maar een kind is een vorm van levensverzekering. Een kind is ook een vorm van levensverzekering. Je moet kinderen hebben om voor de oude dag te kunnen zorgen. Maar ze geven bijvoorbeeld ook een kind maar een naam. Als het een paar weken of maanden oud is. Als het die eerste zeer gevaarlijke periode voor een mens heeft kunnen overleven. En ik herinner mij een vrouw die 7 keer een doodgeboorte had. Op dat moment. 7 doodgeboren kinderen. Ze komt bij ons en ze huilde een beetje. Zegt mijn verpleegster, mijn ene verpleegster. Allee, waarom huilt ze nu? Want ze kent dat kind toch niet. Dus waarom huil je nu voor iets of iemand die je niet kent? Waarop de andere zegt, ja, maar ja, ze heeft nog geen levende kinderen. Ah, maar dan begrijp ik het, zegt nummer 1. Het is dus niet zozeer dat je huilt om het verlies van dat kind aan doodgeboren. Dus je kan nog geen hechting hebben daarmee, nog geen band. Dan wel dat je huilt omdat het weer mislukt is. Omdat je als vrouw maar erkend wordt in veel maatschappijen als je kinderen hebt. Want het belangrijkste rol van een vrouw op deze wereld is kinderen ter wereld zetten. Dus als je onvruchtbaar bent, is dat een ramp. Of als je kinderen maakt die dan doodgaan, ja, dan ben je geen goede vrouw. En dan kan je dus vervangen worden of dan gaat je waarde en je status in de maatschappij gaat voor een stuk naar beneden. Dus voor die vrouwen is dat die hele context is heel belangrijk. What I want is, yes. I want chicles, I don't want some plank. Huh? Vormt religie een obstakel voor family planning? Mijn ervaring is dat welke godsdienst het ook is, als je die extreme vormen daarvan hebt, fanatiekelingen zeg maar, dan is altijd, in die gemeenschap is altijd de vrouw de sigaar. Maar ook, kijk je nu bijvoorbeeld, family planning, waarom is het zo moeilijk om dat aan de man of aan de vrouw te brengen? Door onder andere de kerken en de religies die zich daartegen verzetten. En dan denken wij hier met onze westerse bril, ach, wie ligt er nu wakker van? Of dat de paus nu een condoom aanraadt of afraadt, verbiedt of niet, of voorbehoedsmiddelen. Wie ligt daar nu nog in godsnaam van wakker? Maar het heeft invloed. Het heeft enorm veel invloed. Het heeft invloed op die individuele mensen die volgen wat hun religieuze leiders zeggen, maar ook op de structuren. Ook op bijvoorbeeld de scholen. Lessen. Ik herinner me, in Kenia was er vroeger in de middelbare school was er een lesuur over life science of zoiets, of rond biologie, maar het ging verder dan dat. En dat is afgeschaft, want daar werd gesproken over voorplanting en over voorbehoedsmiddelen, dat kon niet. Dus het zit ook in de structuur. Ik heb meegemaakt, nu is dat verbeterd, maar onder de Bush-administratie, een conservatieve president, Republikeins president, die voert meestal onmiddellijk de gag rule in. En de gag rule betekent dat geen Amerikaans overheidsgeld mag besteed worden aan landen of aan organisaties die iets te maken hebben met abortus. En soms gaat dat ook rond family planning. Dus de UNFPA, IPPF en zo, die organisaties, zien daar onmiddellijk de financiën naar beneden gaan. En wij werkten toen in Kenia destijds en wij deden zo van die acties van het ABC, t-shirtjes ABC. Abstinentie, dat is een zeer goede preventie voor HIV en voor ongewenste zwangerschap natuurlijk. Dat lijkt mij wel zo te zijn, ja. 100% zeker. Abstinentie, dat was 1. Behavior changes, gedragsveranderingen, respect voor partners, voor vrouwen, noem maar op. En dan de C voor condomen. Op een bepaald moment moest die C verdwijnen. Zijn er condoomverbrandingen gebeurd?
En dat natuurlijk is onder invloed van, ik zeg niet onmiddellijk dat de paus dat beveelt, maar dat is onder invloed van religies, van absoluut, de vrouw wordt onderdrukt. Maar toch vond u op een bepaald moment dat de vorige paus, Benedictus XVI, eigenlijk voor het internationaal strafhof in Den Haag zou moeten komen? Ja, ik vond toen dat, ik vond dat heel sterk, wat heel grof, wat de paus toen eigenlijk, Benedictus XVI, wat hij eigenlijk vanuit Rome dan, vanuit het Vaticaan, vertelde. Namelijk dat condomen moesten niet gebruikt worden in de strijd tegen HIV, want condomen zijn niet 100% veilig. In de zin van, condomen voorkomen niet 100% de overdracht van het virus. Dus u vond dat crimineel? Dat is juist wat hij zegt. Niets is 100%, of weinig dingen zijn 100% in het leven. Maar dat zo gaan stellen, terwijl op dit ogenblik het condoom nog altijd het enige is om overal in de wereld, maar zeker in Afrika, iets te doen aan de HIV-epidemie. Ja, preventie en gedrag enzovoort, maar condoom, condoom, condoom. En dan gaat zo'n paus. Dat ik zeg van, het condoom is niet 100% veilig. Ik vind dat ook crimineel. Dat leidt dan weer tot, ja, dan moeten we dat condoom toch maar niet gaan gebruiken, want veel mensen vinden dat niet leuk. En zie je wel, en het helpt toch niet. Hè. Men gaat dan van die, het is geen 100%, gaat men naar, het helpt toch niet. En dus wordt weer alle condoomacties die gedaan worden en de strijd voor condoompromotie, wordt met zo één zin, wordt zomaar teniet gedaan. Ik vind dat dat echt niet kan. Een tijd geleden kreeg u de prijs van het vrijzinnig humanisme. Wat betekent humanisme dan voor u? Ik ben in de eerste plaats, ik ben een humanist in hart en nieren, denk ik. Omdat ik heel sterk geloof in de sterkte van de mens, in de kracht van de mens, in de goedheid van de mens. Iets waar we voortdurend aan moeten werken, want je ziet ook heel veel slechte dingen. Maar we moeten beginnen, denk ik, met aan onszelf continu te werken en te zorgen dat we een betere maatschappij hebben. En ik denk dat mensen daartoe in staat zijn. Maar het is een continue, we moeten blijven verbeteren. Het respect voor mensen zit bij mij heel sterk daarin. De gedrevenheid om ja, met mensen, voor mensen, samen met mensen iets te doen. Mm-hmm. Dat is voor mij een filosofie, een levenshouding. Ja. Marleen Temmerman is ook politiek geëngageerd. Ze was jarenlang boegbeeld van de SPA en tot vorig jaar senator. Toen u uit de Senaat stapte, zei u van ja, het is fout. Ja, ik we hadden fout. Het niet mogen uitkleden. Nee. Waarom niet? Ik voelde mij, het was natuurlijk allemaal nieuw. En ik wou eigenlijk meer in een assemblée zitten waar dat zaken langzamer gaan. Waar je meer tijd hebt om na te denken over dossiers die eigenlijk meer ook verbonden zijn met ethiek, met levensfilosofie, bijvoorbeeld euthanasie-dossier, het abortusdossier destijds, maar ook de gezondheidszorg. Dus het is een andere manier, het zijn andere accenten dan in de Kamer. De Kamer is meer de dagdagelijkse en in de Senaat heb je wat meer tijd voor reflectie. We hadden ook, we werkten samen. Ik was toen voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie. Veel geleerd daar. We hebben heel veel gewerkt rond ontwikkelingssamenwerking, dat te herstructureren, ook op politiek gebied. We hebben heel veel gewerkt rond de millenniumdoelstellingen, ook die politiek vertaald, wetgevend werk gedaan daaromtrent en zo. Dus ik vond dat een zeer boeiende. Ik deed ondertussen mijn werk hier nog in het internationale onderzoek en het werk in Gent verder. Ik vond dat heel boeiend. Ik had ook met de partij afgesproken, ik wil alleen maar in die dossiers werken waar ik iets kan bijbrengen. Dus ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, vrouwenzaken enzovoort. En dus mij concentreren op een aantal dossiers. En die brug zijn tussen de praktijk, de ervaring en vertaal naar het politieke toneel. Of dat nu die afschaffing van de Senaat zoveel gaat bijdragen bij de besparing, ik twijfel daaraan. En ik denk dat er nog altijd, dat het goed was, het kon misschien slanker enzovoort, maar van die tweede assemblée te hebben, waar je kan verder die dossiers die meer maatschappelijk relevant zijn, kan langere tijd voor hebben om die te laten Een reflectiekamer, jawel. Maar hoe komt het dan dat academici
Ik noem Paul de Grauwe, ik noem Rick Torfs, Bea Cantillon, Marleen Temmerman. Ze houden het er nooit lang uit. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet natuurlijk niet de motivatie van de anderen. Ik heb, toen ik het aanbod kreeg om naar Geneve te gaan werken en directeur te worden bij de Wereldgezondheidsorganisatie, heel lang getwijfeld. Want eigenlijk het werk dat ik hier deed, de combinatie van werken aan de universiteit en werken in de politiek, vond ik zeer boeiend. Dus ik deed dat eigenlijk raar. Ik had niet de bedoeling... kiezen is altijd een stukje verliezen. Hè. Dus die job in Geneve is zo boeiend dat ik inderdaad moeilijke keuzes gemaakt heb. Anders denk ik niet dat ik uit Senaat zou gestapt zijn. Want het werk was niet af natuurlijk. Het werk was niet af. Bijvoorbeeld de euthanasiewet, waar u een belangrijke rol bij speelde. Ja, die is blijven liggen. Het werk was niet af. Gelukkig zijn er andere mensen die het werk verder zetten. Hè? Want het is ook niet één parlementair die natuurlijk bepaalt of het verder gaat of niet. We moeten samenwerken. En dat heeft mij inderdaad terecht. Misschien had ik dat niet. Hè? Ik heb enorm getwijfeld. Ik heb nog altijd gedacht van misschien had ik toch niet die beslissingen mogen nemen en mijn politiek mandaat in de steek laten en mijn universitair mandaat. Ik ben nog altijd wel verbonden aan de universiteit, maar verlof zonder wedden. Soms komt die vraag nog op, inderdaad. En het is en was een moeilijke keuze. Ik heb het alleen gedaan omdat ik denk dat vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie dat ik meer kan wegen op de millenniumdoelstelling. En dat heeft die beslissing doen nemen. Rechts van ons zien we nu het paleis van de Verenigde Naties. Kijk, daar zie je al de vlaggen. Hier links bijvoorbeeld heb je het Rode Kruis. Hier zien we de achterkant dan van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hier hebben we de permanente missie van de Verenigde Staten. Komt de ervaring uit de Belgische Senaat van pas aan Geneve? Absoluut. Ik ben... Het is, in Geneve is het eigenlijk nog meer een politiek op eieren lopen, zeg maar, dan hier. Dus ik ben heel blij dat ik die ervaring van de senaten van de politiek hier gehad heb. Want gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen is iets anders. En daar moet je eigenlijk inderdaad... wij Belgen zijn daar goed in het leren sluiten van compromissen. We weten dat we anders niet geraken, dus... We moeten eigenlijk... Het is alsof ik Herman van Rompuy hoor. Ja, misschien, maar het is ook inderdaad. Een dossier nu, dat... Dus in mijn departement zitten al die moeilijke dingen. In die zin, de Wereldgezondheidsorganisatie is eigenlijk de organisatie in de wereld die de normen wat gezondheid betreft, zeker naar lagere middeninkomenlanden, maar eigenlijk over de hele wereld zet. Dus is het secretariaat van alle landen. En als wij een World Health Assembly hebben, dat is een assemblée waar alle landen aanwezig zijn. Dat is een enorm politiek gebeuren natuurlijk. En alle zaken van mijn departement, die zijn de moeilijkste daar. In de zin van, dat gaat over contraceptie en family planning. Dat gaat over... Wij waren de eerste 40 jaar geleden binnen mijn departement, binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, die daar ooit over beginnen spreken zijn. Abortus. Zeer gevoelig onderwerp. We hebben nu uiteindelijk, vorig jaar, richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, goedgekeurd, gepubliceerd, die noemen de Prevention of Unsafe Abortion. Dus preventie van onveilige abortus. Want het is voor de wereld, ook voor die landen waar abortus nog altijd illegaal is. Het gaat dus over geweld tegen vrouwen, onderdrukking, vrouwenbesnijdenis. Allemaal politiek zeer moeilijke onderwerpen. Nu, om een voorbeeld te geven, kwam er ook over zwangerschap natuurlijk en andere zaken. Nu ligt er een dossier op tafel van door Amerika en door Thailand op de agenda gezet over... LGBT, lesbians, gays, bisexuals, transsexuals, en die groep. Op gebied van gezondheid, een kwetsbare groep, hè, meer HIV,
geweld. Hè. Je moet luisteren, kijk eens op politiek wat er allemaal gebeurt. Die mensen zijn dikwijls worden vervolgd in hun land, zijn ook hier. Geweld tegen homo's enzovoort. Dus die groeperen zich en die willen dat de Wereldgezondheidsorganisatie, tenminste die leggen een voorstel op tafel, dat door twee landen geformuleerd wordt om te kijken naar de gezondheid van die bepaalde groep ook. Tot, ik denk, 10 jaar geleden stond in de classificatie van ziekten, International Classification of Diseases, stond homoseksualiteit bij mentale ziekten. Nu, dat is er al uitgenomen, maar al die andere ziekten, zegt men, zitten nog altijd onder mental health. Dus wij zijn dat nu aan het herschrijven. Om dat te mogen doen, moeten we de goedkeuring hebben van de assembly en van de verschillende landen. Nu, daar heeft men dus gewoon, om dat op de agenda te krijgen, heeft men meer dan 8 uur gediscuteerd en uiteindelijk is er niet op. Voor Afrikaanse landen is homoseksualiteit natuurlijk een ongelooflijk taboe, nog altijd. Ja, maar het was de Afrikaanse regio, maar het was ook Midden-Oost. Het heeft zich verzet. Dus uiteindelijk heeft men dan gezegd, we gaan het nu niet behandelen, maar als een land dat op de agenda zet, nu in februari hebben we terug, januari volgend jaar hebben we terug datzelfde onderwerp, dat komt terug natuurlijk. Dus ondertussen zijn wij bilaterale gesprekken aan het voeren. Onze directeur-generaal, maar ook wij als experten dan met Afrika. Met EMRO, met die verschillende regio's, om met ambassadeurs, met de politieke leiders, om te kijken hoe komen we tot compromis. Mm-hmm. Het zal moeilijk zijn. Loopt uw mandaat nog bij de Wereldgezondheidsorganisatie? Goh, dat zijn mandaten van eigenlijk tot normaal gezien. Bij de UN ga je op pensioen op je 62. Dus nog 2 jaar. Maar ze hebben mij al gevraagd om langer te blijven. Want ze zijn de leeftijd van pensioen ook aan het veranderen. En voor directeurs mag dat nu al dus tot 65, denk ik. En denkt u dat zo lang vol te houden? U werkt als een... Excuseer le mot, maar u werkt als een paard... U heeft een tijd geleden kanker op de stembanden gehad, hartritmestoornissen. Blijft dat goed gaan? Ja, mijn stem is af en toe niet goed. Sprak ze optimistisch? Ja, hoor, ja. Nee, ik voel mij, behalve dat ik af en toe een beetje hees ben, voor de rest prima gezond. Ga ik langer tot mijn... Jawel, ik ga zeker langer werken tot mijn 62, als alles goed gaat natuurlijk. Dat is voor iedereen zo. Ofwel in Genève, voor mij is het niet zozeer... Ik heb nu het gevoel dat we daar zeer goed bezig zijn en dat we dingen kunnen veranderen. Maar ik ben ook niet tevreden met alleen maar resoluties, richtlijnen op papier enzovoort, die er moeten zijn. Als je dat niet hebt, ja, dan... Je moet beginnen met een akkoord te hebben op papier en de regering te kunnen overtuigen om dat werk te kunnen doen. Voor u geldt nog altijd, dit is het begin. We gaan door met de strijd. Dit is het begin, maar dan moet je ook resultaat zien op het terrein. Dus als ik het gevoel zou hebben na 2 jaar in Genève van... Goh ja, mooi werk, papierwerk enzovoort, maar eigenlijk ter plaatse verandert er niet veel. Dan denk ik niet dat ik daar verder ga werken. Maar ooit trekt u in Genève natuurlijk de deur achter u dicht en dan terug naar Ex-Aarde of terug naar Mombasa? Waarschijnlijk terug naar Mombasa. Dan hangt af van gezondheid en andere factoren, maar als het aan mij ligt, terug naar Mombasa. We zijn daar een medische school aan het uitbouwen in de nieuwe universiteit van Mombasa. En met heel veel enthousiasme een curriculum aan het uitwerken samen met de Universiteit Gent voor een opleiding van artsen in Mombasa. En zo kunnen we ons werk eigenlijk consolideren, zeg maar, en kan dat ook verder gezet worden. Vrouwen blijven plannen maken. Mevrouw Temmerman, bedankt.
Sophie. Je l'as vu ton mari dans le magasin. Tiens, c'est Sophie. Oui, Sophie. Oui, il regarde les filles en caisse, là, Myriam. Il te cherche. Quoi? Il te cherche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que t'es pas là. Je sais pas. Calme-toi. Il va voir que t'es pas là. Faut que tu restes là-haut. Oui, je sais. T'inquiète pas. Ok, d'accord. Il me regarde, là. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il me regarde, il m'a vu quoi, il arrive, il vient vers moi. Ne regarde pas. Non, j'ai baissé les yeux là. Ok, écoute-moi bien, Sophie. Tu lui dis que je suis en réunion du personnel. Oui. S'il insiste. Oui. S'il insiste pour me parler, tu fais mine de m'appeler en salle de réunion, mais tu m'appelles chez Didier. Oui. Le bureau de Didier, d'accord? Oui, madame, il faudra venir avec le ticket de caisse. Il est là? Il voel mij altijd vrouw, ik voel mij altijd moeder. Zo. Zeg ook, hè, vrouwen na 40ste komt vaak los, hè? Dat zeggen ze heel vaak. Nou, dat klopt. Ik was de eerste die riep van het is niet belangrijk. Oh, dat is toch allemaal niet belangrijk? Dat is maar seks. Maar ja, oké. Okay. Waar kwam ik ook? Een vrouw, als je al macht hebt, moet zo je seks je macht zijn. Zo. Dat is echt zoals al die graven... Hoe zeg je dat? Zo, femme fatale. Hier is onze Antonio. Zeg. Ik herken hem onmiddellijk. Bij de Rallens. Ernest. We zagen hem allemaal heel gaan. Het was ons broertje geworden. Hè. En hij is vertrokken met koffers, valiezen. Heel de familie bracht van alles. Ze brachten allemaal van alles mee voor hem. En dat trok hem zich feitelijk niet veel aan. Maar aan mij vroeg hem in stilte... Mijn zwarte saucis, die zit toch in een van die valiezen? Een kortfilmavond op 17 augustus bij Lichtpunt. Wat is vrijzinnig humanisme? Er zijn veel mensen op de wereld. Mensen die van alles denken en geloven over het leven. Veel mensen geloven dat er een God is in de hemel, die alles en iedereen heeft gemaakt. Maar ik denk dat alles uit de natuur komt en dat we helemaal vrij zijn. Daarom ben ik vrijzinnig. Onze leraar Zedeleer vraagt vaak onze eigen mening over van alles. Over wat we goed of verkeerd vinden bijvoorbeeld. Wel, pesten vind ik verkeerd, maar liefde en vriendschap vind ik dan weer goed. Als je vrijzinnig bent, geloof je niet zomaar wat anderen zeggen. En je kiest zelf wat belangrijk is. Dat is voor iedereen anders. Er zijn veel manieren om dingen te onderzoeken. Je kan nadenken en er is de wetenschap. Maar je kan ook gewoon met andere mensen praten of lezen. Ook dat kiest iedereen zelf. We hebben nooit allemaal dezelfde meningen. Dat is goed, want soms denken anderen aan dingen waar ik zelf niet aan denk. Zo leren we van elkaar en zo verandert ook je mening soms. In humanisme, daar zit het woordje human in. Dat betekent mens. Dat betekent dat mensen belangrijk zijn en dat je mensen graag ziet en respecteert. We leven allemaal samen op deze planeet en iedereen heeft recht op een goed leven. Want, hoe anders we ook allemaal zijn, niemand is beter dan iemand anders. We mogen toch niemand buitensluiten omdat ze anders denken of anders zijn? Vrijzinnig humanisme is zelf de baas zijn over je leven, maar wel rekening houden met anderen. Het is belangrijk dat we met elkaar leren samenwerken en mensen proberen te helpen. En wat vind ik dan belangrijk? Mijn familie, mijn vrienden, voetbal en spelletjes spelen, frietjes eten, ah ja, en Paco natuurlijk. En jij, wat vind jij belangrijk?